Een kalf wordt zonder weerstand geboren. Krijgt het dier niet of nauwelijks biest, dan dalen zijn overlevingskansen in rap tempo. Biest is dus erg belangrijk. En hoe rijker die biest is, hoe sterker het kalf wordt. Dierenarts Linda Tolhoek geeft cursussen jongvee op fok aan melkveehouders. De eerste biest die gelijk na de geboorte die eruit haalt, dat is de allerbeste biest die er is. En die kwaliteit gaat achteruit. Dus als je de biest in laat zitten, dan gaat die kwaliteit van die biest gaat achteruit. En juist die eerste biest is het allerbelangrijkste, het allermooiste, de hoogste kwaliteit. Dus je moet zorgen dat je alle biesten in één keer uitmelkt. En dan hoef je ze niet allemaal in één keer op te laten drinken. Het wat je overhoudt kun je invriezen of later op de dag voeren. Met een apparaat is de kwaliteit van de biest te meten. Dit is een BRICS-meter. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de biest kunnen we meten. Hier kun je een druppeltje biest op de plaat doen. En daar komt een waarde uit. Die waarde moet boven de 25 zijn. En die waarde rekenen we om in het aantal gram antilichamen per liter. En wij vinden het belangrijk dat die boven de 80 gram per liter zit.